Een dag van ontmoeting met elkaar. Een dag van ontmoeting om ieder zoektocht in het leven en geloof te ervaren, te delen. En niet met een haastige spoed, maar met een enthousiaste spoed. Een spoed met een verlangen om Hem te ontmoeten. Nu ik hier vandaag gekomen ben, zie ik al dat er eigenlijk al heel veel anderen zijn. Ik denk dat dat wel de belangrijkste reden is om mee te gaan en ik hoop dat ook wat te vinden daar. Ja, daar kan ik me helemaal in vinden en me aansluiten hoor. Dat is ook echt wat bij mij in de basis ligt. Ik heb de vorige keer gemerkt dat de Wereldjongerendagen echt een hele boost aan mijn geloof gegeven heeft. Ook omdat je inderdaad merkt dat je niet alleen bent in geloof. Want dat is toch iets wat heel veel jongeren in hun kerk thuis toch wel ervaren. Dat je de enige bent die nog ergens misdienaar is of in een koor zit met allemaal voor de rest oude mensen. Ja, maar dat is wel. En nou ja, daar bij de Wereldjongerendagen, het is gewoon zo vrolijk en blij. Het is echt een hele andere manier van je geloof. Het is echt je geloof vieren. En hier ervaar ik, in Nederland ervaar ik dat toch wel iets minder. Dus nou ja, bij mij is dit in elk geval de vorige keer heel erg een boost gegeven. Dus ik hoop dat dat nu weer zo is. Dus ik hoop dat dat voor jou ook is. Ik hoop het heel erg, ja. Nou, ik denk dat mensen van buitenaf toch wel vaak vooroordelen erover hebben en dat ze die niet zo goed los kunnen laten en dan ook moeilijk begrijpen waarom je erin gelooft. Dat is toch wel anders hier. Ja. En ik vind het soms ook heel lastig om te omschrijven. We gaan bijvoorbeeld met onze reis gaan we ook langs de zee in Frankrijk. Een soort kloostergemeenschap die hun leefwijze hebben opengesteld voor jongeren, zeg maar. En ik vind de muziek uit deze gewoon heel erg mooi. Maar ik kan dus niet aan vrienden omschrijven wat mij daarin zo raakt. Want dat is iets dat je moet ervaren in een kerk of daar. En ik denk dat het ook een beetje geldt voor de WED. Als je zegt wat je op de WED gaat doen, dan verklaren mensen je eigenlijk wel een beetje voor gek. Want wat ga je nou eigenlijk doen? Maar het is gewoon de hele ervaring en de hele sfeer en nou ja, alles bij elkaar. Dus wat ervoor zorgt dat het zo'n bijzondere ervaring en bijzondere reis is. Ik heb wel de backpack van mijn tante al geleend. Ik heb er namelijk zelf niet één, dus ik heb de vorige keer ook die van haar geleend. Dus die ligt al bij mij thuis. Oh, dat is al goed voorbereid. En mijn paklijst van de vorige keer heb ik al wel opgezocht. En ook al naar iemand anders doorgestuurd. Die zei, wat moet ik allemaal meenemen? Ja, dat is geen idee. Ja, nee, maar 50 dagen. Dat is wel dichter. Ik dacht wel, dat is dichterbij dan ik dacht. Vind ik niet erg, maar het is wel... Ja, precies. Nou, eerst nog even het schooljaar afronden en dan voorbereiden en pakken en alles.